Het staat er allemaal al. Oh. Ze hebben het echt geraden. Oh. Oh, nou ja, wij gaan naar Eva, maar ja. Niet alleen naar Eva. Nee, maar wacht even, maar toen heb ik Mike ook nog toegevoegd, want er moest heel veel overlegd gaan worden natuurlijk. Ja. Ze hebben al maanden mee bezig. Ingewikkeld verhaal dit, maar het is gelukt. Dus wij vertrekken morgen naar Eva, met z'n allen. We gaan achter elkaar aanrijden, dus het is nog maar de vraag of dat goed gaat. Opstopping op A2. En morgenmiddag om 3:00, daarom zijn we de maandagochtend niet. Dan zitten we op de A2, terwijl we daar helemaal niet moeten zijn. Ja, maar die is inmiddels alweer een paar keer verlegd ook, hè? Morgenmiddag om 3:00, dan zijn wij bij Eva. Yes. Live. Live. En om 7:00 zijn, nou ik in ieder geval, ik weet niet, misschien is Eva dan voor 25 mensen aan het koken, je weet het niet. Maar we gaan naar Eva. Maar we gaan niet alleen naar... wij gaan naar Eva. Daar blijven wij logeren. Wij gaan naar Adam. Naar wat? Amsterdam? Adam. De kind. Adam. Oh, het is wennen hoor, al die mensen om je heen. Dus we gaan naar Eva. Daar blijven we 2 nachten slapen. Daar ga ik live alle momenten tot en met woensdagochtend 10:00. Tot en met... Tot en met woensdagochtend 10:00. En daarna gaan we heel rustig afscheid nemen van Eva. Hè? Ja. En dan gaan zij gaan naar Adam. En wij gaan op visite bij... Rappapa, 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 rappapa. Wij zenden 'smiddags om 3:00 woensdag uit bij... Rappapa, rappapa, rappapa. Claudia! Wij gaan naar Claudia! Wij gaan naar Claudia! Wij gaan naar Claudia! Wij gaan naar Claudia! Dus... Wij gaan naar Claudia! Wij niet hoor. Nee, hij niet. Hij gaat naar Adam toe. Hij gaat naar Adam toe. Dus we gaan op vakantie. We hebben heel veel geregeld, gepland en gedaan. Dus we gaan logeren bij Eva. En dan gaan de mannen ook gezellig mee. En als we daar dan met veel pijn, verdriet en het zwembad moeten gaan verlaten. En de snoep en de koekkast en zo. En Eva. En alle bolletjes. En de man en alle kinderen en de katten en de hele bende. Ja, ik denk dat ik er blijf wonen, nu al. Maar daar wel niet bij ons. Ik ben al niet bij jou geweest. Nee, je zei altijd, het gebeurt niet. Je krijgt me hier niet weg. Maar nou begin je over even, dan wil je zo gaan wonen. Nou even, je hoort het. Wij gaan naar Eva. Nou, in ieder geval, wij gaan met z'n allen gezellig visite bij Eva en de man en de kinderen en de poezen en de bolletjes en de snoepjes en de zwembad en haar B&B. Ja. En op de terugweg gaan wij nog een pitstop houden bij Claudia en dan is het woensdagavond en dan hopen we weer thuis te zijn. Nou, deze historische bende wou ik bijna zeggen. Ja, dat zei ik ook. In ieder geval, deze bende komt dus deze kant op woensdag. En dat is dus woensdag de 7e september aanstaande al. Ik heb wel een bos vlakbij. Ik woon niet in het bos, dus misschien vinden ze bij mij wel net zo leuk. Ik moet natuurlijk wel echt iets... ik heb natuurlijk wel ergens tegenop te werken. Dan komen ze net terug van Eva. Nou, ik heb gezien hoe die woont. Dat is gewoon magisch. Dus die hebben daar een geweldige tijd gehad. Dus ik zou zeggen, wil je er toch niks van missen? Wil je erbij zijn? Word lid van Maak het met Miranda haar kanaal. En ja, je ziet het hier al ingepland staan. 7 september om 3:00. Miranda haar kanaal is deze live te zien. En ik zal vast wel wat filmen en doen waar achteraf nog een leuk filmpje van komt. Maar allemaal even lid worden van Maak het bij Miranda. En daar is deze live te zien. Nou, ik heb er zin in. Toedeloekes.